Groot wielrenner, veel overwinningen. Even kort, je ging van Vacances Soleil naar Astana, leverde daar vorig jaar je contract in. Je zag op het laatste moment ook af van een nieuwe start, zeg maar, bij Wanty. En begin dit jaar lazen wij op Facebook, ik stop ermee. Ja. Voor ons kwam het plotseling. Was het dat voor jou ook? Ja, dat is natuurlijk niet op één dag gekomen. Nee. Dat is duidelijk. Het zat gewoon in een dalende lijn. Wat? Je carrière? Vond je? Nee, zeker niet. Want het laatste jaar won ik nog driedaagse pannen. Ja. Dus het is ook niet zo dat ik geen contract meer had of zoiets. Nee. Je kon verder, ja. Maar je wilde niet verder. Ik wilde wel, alleen ik noem het dan, ja, ik was ziek, depressie. En dat heeft me gewoon gedwongen om te stoppen. Ik heb het nog twee keer geprobeerd om toch alles weer op de rails te krijgen. Dus en dan met de medicijnen gestopt. Mm-hmm. Maar achter 5-6 dagen crashte ik finaal. En dat heb ik twee keer geprobeerd tot het laatste moment. En toen crashte ik weer. En toen was het duidelijk om te zeggen van wat is belangrijker. En wat betekent crashen dan in jouw geval? Hoe moet je dat uitleggen? Ik leefde gewoon 6-7 maanden in een soort tunnel. Alleen maar slapen, moe. Gewoon depressief. En dat ging dan wel redelijk met medicijnen. Maar ik kwam er ook van aan. En als ik bij de koers moest komen, dan moest ik er vanaf van de medicijnen. Zo simpel is het. En dat ging niet meer. Dus toen heb ik de tweede keer, toen ik weer... blackout ging of zo, zeg maar. Mm-hmm. Dan heb ik tegen mezelf gezegd, wat is belangrijker? Gezond wezen en fris, zoals ik nu ben. Kon je die beslissing alleen maken? Heb je die echt alleen gemaakt of heb je met mensen... Ja, ik heb het eigenlijk wel alleen gedaan, ja. En heb je ook een beetje kunnen analyseren hoe het nou gekomen is, dat je in die depressie geraakt bent? Ja, eigenlijk is het een opstapeling van allemaal dingen. Allemaal kleine dingen. Alleen wonen in Monaco, veel valpartijen, relatie op de schop. Ik heb nog wat zakelijke dingen lopen allemaal. Maar al die kleine dingen bij elkaar, Wanneer begon dit, Liewe? Ja, dat is... Ik ben nu ook met een boek bezig en daar komt natuurlijk ook alles weer naar boven. En dan kun je ook echt duidelijk zien dat ik eigenlijk de pannen, daar was ik gewoon echt top. Maar vanaf dat moment is al de dalende lijn al een beetje ingezet. En dan staat er heel vaak dit not finish achter mijn naam. En eigenlijk vanaf dat punt is het eigenlijk al... Maar... Is dat ontstaan bij Astana? Ja, het is ontstaan bij Astana, maar ik geef in die niet... periode? Ja, maar ik geef niet Astana niet de schuld. Dat zijn meerdere factoren wat allemaal speelde. Maar was je gelukkig bij Astana? Nee dus? Ja, op zich wel. Ja. Ja. Ben jij gewoon een hele sterke renner, maar had je niet de veerkracht om in die harde wereldje staande te houden? Nou, ik denk dat ik toch wel vrij nuchter en goed daarmee ben omgegaan, ja. Maar laten we even, jij zegt, je bent in Monaco gaan wonen. Dat is eenzaam voor jou. Dat was eenzaam, zo voelde je dat. Ja. Ja, zeker. Als je traint en je komt terug, dan gaat het allemaal wel. Maar als het een keer 2 weken regent... Het kan daar ook regenen. Ja, dan zit je natuurlijk wel in een klein hokje daar opgepropt. Je was helemaal alleen? Ja, nou, mijn ex-vriendin was dan... die vloog dan over naar mij toe. Dus die had een studie. Dus de meeste tijd gingen we gewoon bij elkaar langs. Zagen we elkaar nooit. Mm-hmm. En daar word je natuurlijk ook niet echt vrolijk van. Nee. Maar dat is dan 1% daar. En alles bij elkaar, al die kleine dingen... Nou ja, dan is dit een procentje of 2%. Dan zeg je de valpartijen. Ja, ook. De angst. Ja, ik heb zeker een paar slechte valpartijen meegemaakt. Ik lach er niet om, maar het is natuurlijk heel erg, hè, met Chris... Stichtbroeks. Stichtbroeks, ja. Duidelijk, ja. Ja. Dus daar reed ik gewoon vlak achter. Dus voor hetzelfde geld lig je er ook bij. Dat gebeurde dan in een korte tijd. En ging dat dan in je hoofd zitten, zo'n valpartij? Ja, dat speelde allemaal wel mee. Ja. En zeker die man, of die jongen lag dan in coma. En
En het was in de Ronde van België. Een dag later starten we weer, alsof er niks aan de hand was. Ja. Ik begon toch al een beetje te denken van ja, het kan ook best wezen dat die jongen sterft, overlijdt in de race. Ja, en wat zijn we hier dan aan doen? Wat zijn we hier aan doen? Dus daar ben ik ook afgestapt. En dat zijn allemaal van allemaal die dingen. Wat... En dan kon je in die periode ook praten met mensen? Of was dat communicatief ook lastig bij Astana? Ja, natuurlijk. Communicatie was heel lastig daar. Ja. Dus er zijn ook niet veel mensen dan om je heen die je kunnen helpen? Nee. Ja, dus we hadden een Belgische arts, dus dat scheelt wel. Een mm-hmm. Belgische verzorger, dus ja, daar kon ik goed mee communiceren. Maar voor de rest is het heel lastig natuurlijk in zo'n ploeg. Had je dat gewild? Had je bij iemand aan willen kunnen kloppen? Ja en nee, want dit is gewoon iets... Ik had het nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. Nee, ik had het goed. Goed contract, alles, niks aan de hand. Nee. En toch moeten stappen, zeg maar. Je bent in die periode wel steeds op de fiets gestapt. Ja. Je moest wedstrijden rijden, ja. Je moest trainen. Hoe was dat dan? Ja, nu achteraf gewoon niet goed. Nee, ik was gewoon met een dalende lijn. Dat zeg ik, did not finish vaak. Ja. Meestal na de koers. Maar kun je aangeven, je moet een koers rijden. Je wordt wakker. En hoe voel je je dan? Ja, er werd al niet eens meer tegen me gezegd van dit en dit is je opdracht. Nou ja, rij maar mee en zie maar. Dan wordt het nog erger. Ja, maar zo was het wel op het eind. Hoe zat je dan op die fiets? Ja, niet goed. Maar was je constant aan denken? Ja, ik was dan bezig met hoe kom ik thuis, bij wijze van. Nou ja, zo ben ik, was ik niet. Normaal niet. Wat is jouw zwartste moment geweest? Dat het echt moeilijk staat. Toen ik thuis kwam weer vanuit Monaco weg. Mm-hmm. En vanaf dat moment, zeg maar, toen is de dokter bij me geweest. Ja, toen was ik echt bij het laagste punt. Heb je de dokter gebeld? Ja, die is bij me gekomen. De huisarts dan. Ja. En van dat moment was echt het dieptepunt. En vanaf dat moment heb ik dan ook mijn nieuwe vriendin ontmoet. En die is ontmoet. Dat was daarvoor al. Mm-hmm. En die woont nu bij mij en sinds dat moment is het eigenlijk een stijgende lijn. Het gaat beter met je. Het gaat supergoed, anders was ik hier niet. Nee. Thomas Dekker gaf eerder aan deze tafel al aan. Het ging eigenlijk voornamelijk over de eenzaamheid ook. Hè? Het donkere ook van die wielerwereld. Wij kijken ernaar en zien overwinningen en zijn enthousiast. Maar het kan ook ontzettend zwaar zijn. Natuurlijk. Zie jij dat ook zo? Dat het gewoon een hele eenzame wereld is eigenlijk? Ja, nou ja, tuurlijk. Het is een eenzame wereld. Maar ja, je moet er gewoon ook mee om kunnen gaan. En ik denk wel dat ik dat kon handelen. Maar er is gewoon te veel gebeurd. Allemaal de randzaken. En daar kun je gewoon een boek over schrijven. Als ik er nu mee... Dat ga ik ook doen. Dat ga ik ook doen. Maar als ik daar één keer nu mee begin, dan zitten we hier morgen nog. Dus dat gaan we niet doen. Maar heb jij bijvoorbeeld op het moment dat jij zegt, oké, dit was het, stop. Zijn er dan collega's uit die wielerwereld die jou opbellen en zeggen... Leeuwen, wat is er aan de hand? Kunnen we je helpen? Ja, natuurlijk, die zijn er wel geweest. Maar ik ben ook de eerste 6-7 maanden gewoon niet in contact geweest met wie dan ook, met media. Ik kon ook niet met iemand praten. Ik wilde je zelf ook niet? Ik wilde het niet. Ik had er ook geen behoefte aan. Ik was er ook veel te moe voor. En ik had totaal geen energie voor niks, nee. Het is wel heel erg jammer, want depressiviteit hoort is de donkere kant van de topsport. Ja. Er is best wel veel bekend, maar het is echt een onderbelicht iets en misschien ook een schaamte. En daarom vind ik het zo geweldig dat je hier zit. En ik denk wel van als je het niet alleen had gedaan, dat je misschien nog op de fiets had gezeten. Maar dat is niet meer zo, kun je dichtslaan. Maar topsports moeten daar wel in worden geholpen, zeg maar. Ja. Het is geen stoer onderwerp. En ik hoop echt dat jouw boek, wat je ooit gaat brengen, dat er misschien iets kan bijdragen, dat het nog meer bespreekbaar kan gaan worden. Ja, maar ik denk, ja, dat is gewoon heel, heel goed. En ik ben er ook gewoon heel open in. Dus ja, het is zoals het is. Maar de andere kant van het verhaal is, ja, we stonden vandaag aan de kant. Ja, was ik niet ziek geweest, dan ziek, nou ja, depressief, dan had ik hier normaal gewoon gereden vandaag. Maar ja. Maar je vond het wel mooi, zei je. Je had kippenvel. Ja, we gaan even kijken hoe het voor jou was om weer hier te zijn. Ja, nou ja, hier. Volgens mij zijn we al 5 kilometer aan het klimmen, maar nu begint hij pas. Ja, dit is natuurlijk mooi en ik zie het nu van de andere kant. Maar ja, het is gewoon één groot gekkenhuis natuurlijk. Als renner had ik het, raar gezegd, zit je hier tussen je kader.
En je zweet als een otter. En dan zie je dit niet. En nu ga je bij mensen staan en je maakt een praatje. En ja, dat is heel anders, maar wel mooi. Maakt me nog meer trots dat ik ook hier heb gereden, 5 keer. Dus ja, op de fiets zie je dat niet. Maar nu zie je dus wat de Tour eigenlijk teweeg brengt. Toen ik nieuweling was, was Limburg al te veel voor mij. Er kwam geen bult op. En dan op het eind win ik eigenlijk, als ik nu naga, mijn mooiste overwinningen bergop. Michel Cornelissen zei altijd, jongen, jij moet toch echt een hekel aan jezelf hebben, of niet? Ik vond het altijd wel een goeie, nee. Voor een tijdrit. Hoe kun je zo jezelf afmartelen? Dan moet je toch echt een hekel aan jezelf hebben. Ja, nou hier. De top. 1000 meter. Ja. Is het ook een beetje, Lieuw, een opluchting? Kan je het zo zien? Ja. Ja. Ik ben gewoon blij zoals het nu is dan. Ik kan er niet meer veranderen. Ik ben nu gewoon gelukkig. We gaan trouwen. Gewoon mooie, leuke dingen doen allemaal. Ja, en je fietst ook nog. Je stapt gewoon weer op. Want dan komt er iemand met een knotsgek idee die dan zegt, we gaan eens eventjes door 12 provincies heen fietsen. Wat is het? 450 kilometer. Eens even kijken. Jij dacht, nou, dat lijkt me wel een goed idee. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ja. Dan vertrek je 's ochtends vroeg, 4:30 geloof ik, hè? Ja. Vanuit? Vanuit Groningen. Kijk, en daar heb je de boosdoener. Hij rijdt naast je. Ja, daar had hij nog praatjes. Herman van der Zand. Daar had hij nog praatjes. Nee, ja, vertel. Ging hij naar de kloten of niet? Nee. Eén tussenstopje in Soest. Ja. En dan door. En door. En rap. Dus ja, echt respect voor die, 12, 14 mannen. Ja, maar die hebben zitten het beroep, joh. Ja, dat kunnen ze makkelijk. Ja, maar 15 uur op een fiets is echt geweldig. Ja, het was ook warm, hè, die dag. Ja, het was ook 34 graden, ja. Hey, en welke snelheid hebben jullie gemiddeld gereden? Nou ja, het zakte de laatste 2 uur een beetje, maar ik denk 33,5, 34. Zo, meen je niet? Ja. Oké. Okay. U heeft vaak Han Kok ook op uw televisiescherm. Dat is onze verslaggever die bij elke finish van elke wielerkoers is. Dus het zal u ook niet verbazen dat hij ook als verslaggever hier aanwezig was. Ben je tevreden, lieve? Ja hoor, ja. Was het lekker? Was het leuk? Ja, viel me niet tegen. Goed zo. Mooie sportdag. Mooie sportdag. Han, jongen. En wat dacht jij ervan, Hermanus? Vond je het ook zo'n mooie sportdag? Oh. Ja, hartstikke dood. Herman, jij zei nog, don't try this at home, hè? Herman. Geweldig. Nee, mensen, ik wil helemaal niemand op ideeën brengen. Maar dit soort filmpjes, die zouden we toch gewoon voor onszelf houden? Oh ja, dat hadden we afgesproken. Dat is mij geheel ontgaan. Jammer. Ja. Goed, we gaan, geen probleem. We gaan naar de Rebus.